We gaan zo aan de slag met vier technieken. De eerste techniek is nat in nat. Al dan niet je kleuren aangelengd met een aanlengmiddel tot pasteltinten. De tweede techniek is een nat in nat gecombineerd met zout. De derde techniek is de Certi-techniek als contourmiddel. En de vierde techniek is de Certi als decoratief. Al dan niet gecombineerd met de andere drie technieken. Nou, zoals heel vaak geldt, een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Dus om een beetje meer gevoel te geven bij wat ik bedoel, dacht ik dat het leuk is om wat voorbeelden te laten zien uit ons atelier. Dat doen we normaal ook met de basiscursus zijdeschilderen, dan sta ik hier ook. Vergeet ik ook altijd mijn schortje af te doen, dus dat laat ik dan nu ook maar even zo. En ik ga jullie wat technieken laten zien. Nou, de eerste techniek is nat in nat. De verven, zowel de zijdeverf als de textielverf, dat zijn transparante vloeibare verven. En dat betekent dat als je ze aanbrengt op de bronzézijde, dat ze gaan vloeien. En dan ontstaan er eigenlijk automatisch al hele leuke effecten. Betekent ook dat als je de gele verf en de blauwe verf op het doek zet, ze in het midden groen zullen geven als kleur. Of rood en blauw wordt paars. Nou, zo'n nat-in-nat techniek, dat ziet er bijvoorbeeld zo uit. Dit is een chiffonzijde en die is beschilderd met de nat-in-nat techniek. De textielverf en de kleuren die zijn gewoon hun gang gegaan op de zijde. We hebben heel veel verschillende soorten zijdes, wat ik je al vertelde. En zo zie je ook dat zo'nzelfde techniek, een nat-in-nat techniek, een heel ander effect geeft op een zuiver zijde fluweel. Of op een twilzijde. Ook een nat-in-nat techniek, best wel felle kleuren. En je ziet dat die kleuren eigenlijk allemaal samenvloeien, overvloeien. En dat het geel met het blauw ook groen wordt. Al dan niet gemengd op het doek, maar je kunt ook natuurlijk van tevoren je kleuren mengen. Wanneer je de zijdeverven aanlengt met de diluant of de textielverven met het medium, dan kun je eigenlijk ook allemaal kleurschakeringen maken. Dus je kunt bijvoorbeeld van heel lichtblauw naar heel donkerblauw werken. Of je kunt zeggen, nou, ik maak echt een kleurverloop en ik ga van een blauw tint naar een bruin tint. Zoals hier is gedaan. Kan ik het beste even van het hangertje afhalen. Op deze grote crêpe de Chine sjaaldoek. Je ziet dat er is gewerkt van een cognac naar een blauw, van een blauw naar een cognac, en dat je zo prachtige kleuroverlopen kunt maken. Dat is de eerste techniek. Dus nat in nat en aanlengen, dan wel met een kleurverloop werken. De tweede techniek, die begint eigenlijk ook met nat in nat werken. En op het moment dat de verf nog nat is, voeg je zout toe. Zout onttrekt vocht en zo ontstaan er eigenlijk hele leuke spectaculaire effecten. En dat gebeurt gewoon vanzelf. Nou, hoe ziet dat eruit? Bijvoorbeeld op een bronzézijde is nat in nat gewerkt met roze en paars en zwart. En daarna is die zout tot zout toegevoegd. En je ziet eigenlijk die effecten ontstaan op de zijde terwijl de verf droogt. Dus op het moment dat je het zout toevoegt als de verf al droog is, dan gebeurt er niets. Je hebt echt dat vocht nodig, dus die nattigheid van de verf, om dat effect te krijgen. Hier zie je nog een voorbeeld op
plongeezijde. En hier zie je ook gelijk wat kleur doet. Dit is een hele felle donder op een wat zwaardere plongeezijde. Nat in nat gewerkt en daarna het zout toegevoegd. Tot slot gaan we werken met de Serti-techniek. En Serti is het Franse woord, Gutta is het Duitse woord en in het Nederlands zeggen we contourmiddel. Zoals gezegd vloeit die verf uit op de zijde. En wat je kunt doen is met Serti kun je lijnen zetten, gesloten lijnen, gesloten vlakken moet ik eigenlijk zeggen. Zodat die verf uitvloeit tot aan de lijn en dan niet verder gaat. En hoe ziet dat eruit? Nou, bijvoorbeeld zo. Dit landschapje is gemaakt met Serti-lijnen. Maar ook deze vlakken zijn gemaakt met Serti-lijnen. Hier zie je ook een klein voorbeeldje van de Serti-techniek met gouden lijnen. En vervolgens zijn die vlakken ingekleurd. Dus de verf vloeit uit tot aan de zijde en dan stopt, of tot aan de Serti en dan stopt de verf. Dat kun je zelf doen met de hand, maar er bestaan bijvoorbeeld ook voorbedrukte zijdes. Die zien er zo uit. Het is bijna een kleurplaat op zijde. Dus die vakjes die zijn digitaal geprint. Die lijnen, dat noem je ook wel pre-Serti. En vervolgens ingekleurd. En dan blijft het principe hetzelfde. De verf vloeit uit tot aan de lijn en stopt dan. Dat is van origine hoe je de Serti gebruikt, maar wat de laatste jaren ook enorm populair is, is het gebruik van Serti als decoratief middel. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan het headletteren, in dit geval op een crepe satin zijde. En het leuke is dan dat je met zo'n Serti ook op donkere stoffen kunt werken, want de verven die zijn vloeibaar en transparant, dus dat betekent dat je alleen op lichte ondergronden kunt werken. Dus je kunt eigenlijk alleen op de natuurwitte zijdes werken, eventueel op een crèmekleurige zijde. Dan zul je wel zien dat dat invloed heeft op het uiteindelijke kleurresultaat. Dat heeft wat een warmer resultaat. Maar zo gezegd kun je met die Serti, met die contourmiddelen, met dat contourmiddel, kun je ook op donkere ondergronden werken. Je kunt je ook voorstellen dat als je ergens een foutje hebt gemaakt of er zit ergens net een vlekje, dat je dat met zo'n Serti ook heel creatief kunt oplossen. Nou, dit geeft een klein beetje een beeld, denk ik, van wat we gaan doen op de zijde. Dus die vier opdrachten, die doen we zowel met de zijdeverf als met de textielverf. De Serti is geschikt voor en de zijdeverf en de textielverf. De zout kun je ook gebruiken met en de textielverf en de zijdeverf. Het enige wat echt specifiek is voor dat product is de diluant voor de zijdeverf en de medium voor de textielverf. Nou, ik zou zeggen, pak je zijde, opgespannen. Kies voor of de textielverf om mee te beginnen of de zijdeverf om mee te beginnen. Leg al je materialen klaar en dan gaan we lekker schilderen op zijde.